Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van City Skylines. En ik ben vandaag gegroeid, niet in lengte, maar in stad. En deze stad is namelijk, ik ga het gewoon laten zien. Ik zit hier in het midden van het centrum, lijkt het net. Het is heel druk, zelfs een ambulance komt hier. Waar gaat die ambulance heen? Het is zo leuk om af en toe dingen te volgen. Kijk, de ambulance komt er gewoon niet doorheen. Niemand gaat aan de kant, geeft niet. Maar in ieder geval, dit is mijn hele stad. Het is echt niet normaal groot geworden. En van de serieus 6.000 mensen ben ik naar de bijna 14.000 inwoners gegaan. 14.000 inwoners! En hier heb ik een hele grote city met een ziekenhuis en een school. Waar allemaal kinderen naar de... waar kunnen ze heen? De universiteit heet het dan, hè? En dan kunnen ze via de universiteit weer hier komen naar de office. En hier, dit zijn weer de office customer services heet het. Nou, dit zijn in ieder geval alle office centers. Dus hier kan je lekker werken. Als je van de universiteit komt, kan je dan daar weer terecht. Ik heb ook een treintje aangebracht. Alleen ik heb nog helemaal niemand gezien op het treinstation. En ik heb ook helemaal geen trein gezien nog. Dus ik weet niet verder hoe dit werkt. Ik heb in ieder geval een spoor helemaal omgelegd om de stad heen hier. En hier is dan het tweede treinstation. Alleen, ja, niemand gaat daar dus ooit met de trein. Er staat wel één auto hier geparkeerd. Maar voor de rest heb ik het eigenlijk nog helemaal geen trein zien rijden. En ook al kijk ik hier, dan zie ik ook helemaal niks. Dit is het industriegebied zoals je ziet. En dat loopt helemaal door naar de overkant. En ik heb dit stuk er helemaal bij gekocht. Dus dat kunnen we nog helemaal volbouwen. Het voordeel is dat dan, we hebben meer water. We hebben nu ook die brug hier zo. We hebben gewoon heel veel stukken stad. Dus dat is gewoon heerlijk en fijn. Maar het is echt bizar hoeveel stukken we nog kunnen kopen. Ik bedoel, al die stukken hier, dat kan je allemaal nog aanschaffen om je park uit te breiden. Dat is toch niet normaal? Maar goed, prima. Ik vond dit al groot. Laat staan als we het helemaal volbouwen. En het loopt ook gewoon soepel, het spel. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Maar ik heb ook heel veel parkjes gemaakt tussendoor. Heel veel bomen geplaatst, zoals je ziet. En ook een heel leuk bospaadje hier zo, zie je het? En hier heb ik ook een soort van bomen geplaatst. Nou, hier hebben we dan een stuk... Kijk hoe druk! Het is serieus echt stervensdruk in mijn stad. Kijk dan, in de hotdogkraampjes. En we zien vrachtwagentjes, autootjes. En die gaan allemaal hier loeren met 14.000 inwoners. Ook een tractortje. En dat tractortje gaat waarschijnlijk naar de farm. En dan de farm is helemaal, als we helemaal doorgaan. Hier, als het goed is, is die farm. Waar is die farm? Even kijken, het is zo groot dat ik zelf moet zoeken. Hier is die farm. Ja, kijk, hier heb ik hem geplaatst. Grote boerderijtjes. En het heet ook Pleasant Hills. Kan ik dat nog aanpassen, die tekst? Pleasant Hills, ja! Boerderij Zandhoop. Dat vind ik een hele leuke naam. Ik noem hem zo. En dan uitscrollen zie je hier. Hey, hier is de boerderij Zandhoop. Maar het is eigenlijk een hele kleine boerderie. Want ik heb gewoon niet veel plek. En ik moet eigenlijk wat meer plek gaan maken. Nou, zoals je ziet is hier zeg maar de... waar de afval kan gestort worden. Die is 50% vol. Die is 58% vol. En hier zijn dus de twee... verbrandingskamers, of weet ik veel hoe je dat noemt. Ja, in ieder geval het afval gaat daar naartoe om het te laten verbranden. Zo begreep ik het. Prima, wat hebben ze hier allemaal voor gezeik? Ik zie hier dat er een not enough goods to sell. Er is iets niet goed hier. Jobs available. Ik weet niet hoe dit komt, maar ik denk dat dit niet goed is. Ik moet in ieder geval meer industrie bouwen, dus dat gaan we nu dus ook doen. Nou, zoals je ziet heb ik hier dus al een weg gemaakt en die heb ik hier laten eindigen. Die heb ik omhoog gedaan, zodat mensen op de snelweg, kunnen ze over de snelweg hier en dan gaan ze naar beneden. En ik weet niet wat ze hier doen, ik denk dat ze hier gewoon een bocht maken en dat ze dan weer terugkeren. We gaan eens kijken wat hij gaat doen. En ja hoor. Oh, en de politie gaat er zelfs achteraan. Dag meneer. Nou, hier gaan we dus de industrie bouwen, want dit is het industriegebied. Dus ik pak even de kleuren erbij. En dan pakken wij dus ook, wat was ook de industrie? De officezone hebben we. Dit gele is de industriezone. Dus dat gaan we hier allemaal geel maken zo. Ook langs het water hier. Hartstikke gezellig. Ziet er hartstikke leuk uit. De bomen worden automatisch weggesnoeid. Maar dit is allemaal industrie. Dus dat gaan we ook allemaal zo maken. Tot en met hier zelfs. Zo, kijk. Nu wordt dus allemaal industrie gebouwd op dit moment. En deze drie kleurtjes die je hier beneden ziet, dat wordt dan... Deze wordt lager. Ja. High demand for industry or offices. Nou, ik kan ook office bouwen. Zoals je ziet gaat het dus hier gebouwd worden. Kijk.
komt hier een pijp, zie ik hier. En het is zo fantastisch dat deze game zoveel verschillende gebouwtjes hebt. Het is niet normaal. Je hebt echt tientallen gebouwtjes. Het is echt ongelooflijk. En die wordt dan weer wat hoger. Oh, die heeft dan een andere kleur pijp, zie je het? Dat is ook weer zo'n fabriekje. En hier wordt toch ook iets gebouwd. Of het is een parkeerplaatsje. Oh, er komt een ander gebouwtje. Misschien grenst dat wel bij die. Of is het een apart gebouwtje? Gaan we eens kijken wat hier komt. Het wordt een vrij hoog gebouwtje ook. Zo, jeetje. Moet je kijken hoe hoog dat wordt gemaakt. Natuurlijk voor die pijp. Voor die grote lange pijp. Nou, hier zijn ze dus bezig. Hier is ook al een klein gebouwtje gemaakt. En hieromheen, die hebben water nodig. Dus we gaan gelijk een waterleiding verlengen naar hier. Dan gaan we hem hier naartoe laten gaan. En dan doen we hem daar naartoe. Zo, dan heb alles gekregen water van ons. Dat is lief. Die kunnen we wel weer mixen met daar. Zo. Nou, dat is prima. Ja. Ik vind het mooi nu. Het wordt ook gaaf. Het is echt verslavend, dit spel. Evergreen Hills. Dit gaan we geen Evergreen Hills nemen. Dit heet Industrie van 3. De Industrie van 3. Waarom kom ik op die rare namen? Prima. Wat hebben ze hier allemaal? Hier hebben ze ook allemaal... Ja, abandoned. Er komen gewoon geen mensen in wonen. We hebben gewoon te weinig inwoners. Ja, hoe moet ik dit gaan doen? Wat kan ik hier aan doen om dit beter te maken? Ik moet meer werkers, dus ik moet misschien meer scholen maken. Dat mensen meer gaan studeren om in de office te werken. Misschien is dat een goed idee. Ik ga eens kijken wat we kunnen bouwen qua scholen. We kunnen namelijk de universiteit. We kunnen een high school. En ik weet niet of de high school er al in staat namelijk. Ik ga eens kijken. Ik heb hier een school. Hele rare plek voor een school. Ik weet niet waarom ik dat hier neerzet. Maar er moet gewoon een logica komen van scholen. Kijk, hier staat bijvoorbeeld een school hier. Maar ik weet ook niet welke school dat is. Ik kan het eens even kijken, want dan weet ik welke ik moet bouwen. Dit is de elementary school. Dus dan krijgen we nog de... Even kijken hoor, dit is dan de eerste. Dan krijg je de hogeschool. Die wil ik dan eigenlijk wel hier plaatsen. Oh, die staat al daar. Oké. En dan krijg je de hogeschool. Die wil ik eigenlijk wel hier ook in de buurt plaatsen. Als het mag, als het kan. Ik heb hier geen plek. Dat is wel jammer. Dat is heel erg jammer. Kunnen we het ergens neerzetten? Hier wel. Kijk eens hoeveel mensen er blij worden. Kijk. Een hele hoop mensen worden blij. Dat is heel goed. Nou, prima. Dan hebben we hier in ieder geval een scholengemeenschap bij elkaar. Voor een groot deel. Dan krijgen we hier nog een politie-headquarters. Daar hebben we nog nul van. Misschien handig omdat hier staat een politiebureau. Ik denk dat we dat misschien wel ergens hier in het midden centraal kunnen neerzetten. Wat dacht je van... Ja, hier dan. Ja, of in het midden. Even kijken. Hier zo misschien? Zullen we het eens proberen? Kijk eens. Wow! Zo, de hele stad is gewoon, dit hele gebied wordt gewoon helemaal, oké, dit is prachtig. Nou, we hebben in ieder geval een heel groot gebouw hier staan. Ik ga eens kijken hoe dat er ook uitziet. Wauw, kijk nou, de politie headquarters. Hier kunnen mensen dus lekker naar de politie of een aangifte doen. Oh, er gaan nog gelijk autootjes. Zo, kijk nou, criminaliteit hier. Ten hoogste tijd, criminaliteit. Ik weet niet waar ze naartoe gaan, we kunnen wel even volgen. Dan kunnen jullie gelijk een stukje van de stad zien. In ieder geval, het is niet super bijzonder. Oh, daar gaan mensen intrekken. Wat leuk. Je ziet ook dat gezinnen uitbreiden. Misschien wordt er wel een kind geboren. Ja, je weet het niet. Dat was vorige keer ook zo bizar. Bizar. Ik wou eigenlijk begraafplaats naast de stortbaal neerzetten. Maar dat is een beetje... Nou, dat vind ik niet kunnen. Dat is niet netjes. Nou, hier een carouselletje. Kijk hoe druk, joh. Oh, en hier, kijk nou. Mensen willen met de bus. Moet je kijken. Alsof ze geen ander vervoer hebben. Ongelooflijk. Er komt daar wel een bus aan, zie ik hier. Ongelooflijk. Jeetje. Kijk dan hoeveel mensen. Dit is gewoon serieus. Misschien. Ja, die bevolking is niet normaal. 15.000 mensen in die hele stad. We moeten echt gaan uitbreiden dadelijk. Maar ik zie in ieder geval dat ik geen groene huisjes mag bouwen. Maar dat ik meer aan de commercial zone moet gaan werken. Industrie mag ook wel wat sneller worden. Maar wat is hier aan de hand? Niks. We hebben meer werkers nodig. En hoe komen we aan meer werkers? Dat is misschien een hele lastige vraag. Maar dat zou wel goed moeten komen, denk ik. Ik vind het misschien makkelijker om... Even te kijken hoor, want je kan aan deze weg ook bouwen. Kijk, stel je voor, we pakken even deze weg. En we maken die eventjes... Ja, je hebt alleen hier dat je naar de binnen kan. Ik vind het zo jammer. Dan zou je dit moeten plaatsen of zo. Ja, het ziet er niet uit. Nee.
Nou, dit is allemaal geel. Ga je naar de overkant. En misschien kunnen we hier ook nog wat uitbreiden. Kijk, dit loopt hier langs de zijkant. Zo. En dan kunnen we hier nog ook allemaal industrie bouwen. Want ik zie nog dat we nog wel iets meer aan industrie mogen neerzetten. Dit gaan we volmaken. Zo. En ik denk dat langs een snelweg maakt dat niet zo heel erg uit op zich. Het zal niet zo heel lelijk eruit zien. Die mensen hebben er toch geen moer mee te maken. Maar als je die industrie natuurlijk vlakbij huizen gaat zetten of bij... Dan is dat gewoon minder. Ja, dat is logisch. In ieder geval, nou, er wordt nou genoeg industrie gebouwd. Nog steeds bijgebouwd in ieder geval. Dus ik denk dat het wel lekker gaat. Boerderij Zandhoop. Ja, echt triest hoor, zo klein. Ik weet het. Hier kunnen we misschien nog wat bomen plaatsen. Dat is wel een leuk idee. Laten we even kijken. Zullen we gewoon random boompjes plaatsen hier? Ook gewoon hier in die achtertuin heb ik gewoon één neergezet. Dat vinden die mensen wel gaaf. Dat is natuurlijk een beetje denken aan ze. Hoge bomen is ook wel heel fijn. Dus dat vinden die mensen ook gewoon heel fijn als je gewoon wat bomen plaatst. Want kijk, natuur is belangrijk. Ja, je ziet dat inderdaad dat er wel van die dingetjes komen. Van die hartjes komen. De mensen zijn er gewoon heel blij mee. Een extra... Oh, ambulance. Hier zo. Een paar boompjes. Kunnen we hier nog één plaatsen? Huppakee, die grote zijn mooi. Zo. Ik hoor ook van die meeuwen. Die zitten waarschijnlijk hier bij die garbage. Zit het al, is het al wat vol hier? Even kijken. Hier is 57% vol en hier is 61%. We hebben nog een garbage. Hier zo. Even kijken, waar stond die ook alweer? Hier, twee naast elkaar. Hier wordt een van 73% vol en een van 85%. Die ga ik even legen. Zo, die gaat geleegd worden nu. Dus dan gaan ze de spullen ophalen met vrachtwagens. Kijk, daar komt er al één. En die gaat dan richting, weet ik veel, richting verbranding. En dat is hier volgens mij. Ja, hier is de verbranding tegenover. Nou, dat is ideaal. Ik hoor helemaal meeuwen. Waar zitten die scheidmeeuwen dan? Want ik zie die meeuwen helemaal niet in beeld, zeg maar. Sowieso heb ik nog nooit eigenlijk dieren gezien in de game. Is niet dat het heel erg is of zo. Hier kunnen trouwens ook nog wat planten plaatsen. Gewoon een beetje wat groen. Dat mag, op zich mag dat wel, joh. Het is ook wel grappig dat die bosjes een beetje kleuren. Omdat het bij het industrie hoort. Grappig, joh. Zo, dan pakken we ook wat grote bomen. Dat bedekt het namelijk vrij goed. Want het industriegebied hoeft niet per se echt aankleding of zo. Oh, het is echt grappig, kijk. Omdat het echt het industriegebied is, heeft echt die bomen maakt die ook echt kaal. Door die stoffen misschien wel. Dat is echt heel apart. Want kijk, als je hem hier plaatst, is hij gewoon echt met takken en zo. En hoe meer je hem hier naartoe plaatst, hoe minder takken. Kijk dan. Dat is grappig. Wauw. Dat is wel heel raar, joh. Nou ja, raar. Dat is wel realistisch op zich. Hier kan ik ook wel bomen plaatsen tussen en zo. Huppakee. Prima. Het ziet er mooi. Ik vind sowieso dat het wat mooier staat als er gewoon bomen zijn in het park. Kijk, want dit is natuurlijk ook helemaal kaal. En het lijkt me leuk om hier gewoon een hele grote vijver neer te plaatsen. Maar ik heb nog niet echt gezien hoe dat kan in de game. Dus dat is wel heel erg jammer. Nou, ik zie hier nog... even kijken. We kunnen nog wat gebouwen maken hier zo. En dat doe ik dus op deze manier. Zal ik gewoon... Ja, ik plaats gewoon hierbij. Grote buildings. En zo... Ja, de kleine past hier niet bij. Dus ik ben eigenlijk verplicht om nu die grote buildings te plaatsen. Dat lijken net van die grote hotelletjes. High Density Residential Zone heet het dan met een moeilijk woord. Jeetje, wat een mond vol. En nog steeds die trein niet, hè? Ik vind het zo jammer. Ik had zo gehoopt dat hier een treintje ging rijden of zo. Operation Normally. Open de budget panel. Ja, ik ga er niet allemaal in klooien, hoor. Maar ik vind het gewoon jammer dat ik nog geen trein heb zien rijden. Ik ga het spoor nog eens volgen. Er moet toch wel ergens een tjoek-tjoekie zijn? Kijk, hoor. Helemaal niks. En die auto hier was verdwenen en er is een nieuwe bijgekomen. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Dat vind ik zo jammer. En het is ook druk op de weg. Moet je kijken, het staat overal vast met verkeer. Is dat serieus een file hier? Is dit een file? Oh my god, jongens. Ongelooflijk. Dit is echt te druk. Ik moet echt stoppen met bouwen, denk ik. Moet je kijken hoeveel auto's. Dit is serieus, dit is gewoon een carnavalsoptocht aan het worden. Dan, jezus. Ja, hoe moeten we dit gaan oplossen? Zijn er stoplichten? Nee, er zijn niet eens stoplichten. Maar misschien dat het sneller zou beter gaan werken met stoplichten, dat weet ik dus niet. Unique buildings. Kunnen we al unique buildings bouwen? Even kijken. We hebben hier wat iets. Wat zijn dit dan? Dit is de Labaret Plaza. En dan krijgen we hier dus Statue of Wealth. En we krijgen hier een
Mall of Moderation. Dat is ergens een shopping mall of zo. Die wil ik eigenlijk ook wel gaan plaatsen. Want die ziet er heel erg prachtig uit eigenlijk. En misschien dat we die mall wel met een weg kunnen maken. Dat in ieder geval mensen kunnen parkeren of zo. Dat lijkt me wel fantastisch. Misschien kunnen we dat ergens hier in de buurt maken. Eens even kijken. Ja, je moet dan natuurlijk grenzen aan iets. Dus, even kijken hoor. Ik maak eerst een weg. Dan pakken we daarna die shopping mall. Wat een goed idee, Vince. Let op. En dan maken wij een wat... Ja, kunnen we geen dikkere weg maken? Eens even kijken. Ja. En die gaat hier naartoe. Kijk. Zo. Kijk. Het wordt wat beter. Oh, er komt gelijk een bochtje bij. Waarom? Nee, niet een bochtje. Dat ziet er wel mooier uit. Zo, en dan maken we hier aan de weg. Kijk, als we dit recht maken zo. Oh, dat gaat nu niet meer. Dat is zo irritant bij dit. Die tool is af en toe best wel vervelend. Kijk, stel je voor, we maken hem nu wat rechter zo. Nu wil ik hem recht maken. Kan dat dan? Wacht. Ja, nu kan dat wel. Prima, dan pakken we nu die prachtige unique building. Waar stond die ook weer? Hier zo. En dan zetten we hem dus hier. En dan worden al die mensen blij. Niet heel veel mensen. Hij ligt een beetje afgelegen. Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling was. Alhoewel, het kan wel, maar het is niet helemaal fijn dat hij zo ver buiten ligt. Maar jullie snapten het idee wel wat ik wou maken. Oké, ik verwijder hem. Ik neem wel een ander plekje. Zo. Maar dan houden we in ieder geval wel die... Kan ik hem niet weghalen? Wat is dit? Waarom kan ik deze niet weghalen? Wacht even. Oh, nu wel. Oké. Nou, dit gebruiken we dan voor als een extra weg of zo. Ik weet niet waar dat eindigt, want... Ja, ik moet het denk ik weghalen, hoor. Zo. Dit was niet helemaal goed. Laten we eerst hier wat uitbreiden. Oh, die zit allemaal zonder water, of niet? Oh, nee, waarschijnlijk zonder... dat hier te weinig mensen komen. Te weinig mensen wonen, misschien. Omdat hier natuurlijk het groen is... even kijken, dan moeten we hier sowieso een kleine wijk gaan maken, vind ik wel weer. Gewoon een kleine rustige wijk. Nou, rustig. Kijk hoor. Als we dat nou op deze manier doen. Kijk, we maken hier straatjes. Wacht even hoor. Eén verder doen. Hier. Ja. En die grenzen we aan daar. Zo. En dan doen we dat elke keer zo. Dat is een beetje mijn tactiek. Zo. En dan maken we dadelijk, maken we dan... Kleine lage huisjes weer. Want die hebben we lang niet meer gedaan. Maak ik dan op dat stuk. Let op, je gaat het zien. Ik kan natuurlijk nog niet te veel bouwen. En dan hier één, zo. Huppakee. En dan doen we hier dus van de kleine bouw. Doen we hier huisjes. Zo. Hoppakee. Dit is netjes wegwerken zo. Huppakee. En we hebben de 16.000 mensen gehaald. Big City. Met een crematorium hebben we gekregen en water treatment plant. Ik krijg gewoon een crematorium. Dat is makkelijk inderdaad, want op een gegeven moment zitten die begraafplaatsen vol. En dan wil je gewoon, ja, dan wil je gewoon iemand verbranden. Dat is logisch. Dus ik ga dat gewoon hier neerzetten. Yo, een hoop mensen zijn er blij mee. Ik bedoel van, ja, weet je, ik kan iemand verbranden. Yay! Dat is ook weer zo erg. Hè? En zullen we dan ook, hier zit ook een begraafplaats. Dan wil ik eigenlijk daarnaast, wil ik ook een begraafplaats doen. En er zijn wel behoorlijk wat mensen blij mee, zoals je ziet. Vooral hier in het office gebied. Cemetery health. Oh, de health is niet zo goed. Cemetery usage. 17%. Oké. Op zich klinkt dat goed. Er zijn 1613 mensen begraven. En nou, prima. Dat is nog niet zoveel. Dat scheelt. Er zitten vooral jonge mensen in mijn city. Dat denk ik dan. Even kijken. Nou, hier zouden dan dorpjes, huisjes moeten worden gebouwd. Prima, ik vind het helemaal goed. Wat hebben we nog meer? Ik snap dit niet. Not enough goods to sell. Wat heb ik dan nodig? Jobs available, not operating. Ik denk dat er nog iemand bij hoort van werknemers. Maar 9 van de 9 werken daar. Dus wat zou ik daarbij moeten zetten dan? Make sure all is well in the building to allow it to be upgraded. Moet er iets geüpgraded worden dan? Ik weet niet. Kan je upgraden dan? Even kijken hoor. Upgrade. Ik ga eens even zoeken hoor. Want we hebben nog allerlei dingen die we kunnen bouwen. Educatief. Wat is educatief ook alweer? Oh, die scholen.
Dit is dan politie, dit is een brandweer en dit is het ziekenhuis. Oftewel ook begraafplaats en het crematorium. Hartstikke gezellig. Wat hebben we nog meer? Kijk hoor. Kunnen we hier nog wat dingetjes bouwen? Ja. We moeten heel veel industrie bouwen. Ik snap niet waarom er zoveel industrie moet gebouwd worden. Ongelooflijk. Oh, die zit allemaal zonder elektriciteit. Laten we dat eens elektriciteit geven. Door wat bekabeling te maken. En die bekabeling kunnen we vinden door wat je hier ziet. Die soort van masten. Jullie kennen dat. Tuurlijk kennen jullie dat wel. En dan gaan we dat eens even hier naartoe brengen. Nou, dan doen we dat aan de overkant. En dan maken we dat een beetje daar langs. Zo. Zo. Kijk eens. En dan, ik weet niet hoe ver dit gaat. Maar in ieder geval, we kunnen hem wel naar de overkant brengen, denk ik. Kan dat? Even kijken hoor. Moet dat in een rondje lopen eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. En water heeft het ook niet voldoende. Dus we gaan eens even kijken of we een waterleidingje daar naartoe kunnen laten gaan. En het voordeligste is denk ik misschien via deze manier. Zo. Water available shit. Oké. Ik ga hier nog wat meer plaatsen. En dat is deze. En die gaan we vastleggen met een... Zo, het is een gedoe. Maar als je het helemaal snapt, dan komt het helemaal goed. Als het goed is gaat dit doorstromen en krijgen we meer watercapaciteit. Prima. Ik wil hieruit. Wat een gedoe, hè, jongens, zo'n stad runnen. Ik voel me echt wel een beetje een burgemeester. Ja, eigenlijk stiekem voel ik mij een major, hè? Een major burgemeester. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze aflevering. Ik vond het in ieder geval geweldig om te doen, het spel. En we gaan natuurlijk veel meer uitbreiden in het park. Laat het weten in de comments wat je hiervan vond. En als je meer wil, laat dan ook sowieso een comment achter. Vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Doei doei!